Ja, goedemiddag luisteraars van Almere On Air Radio, zoals we heten, van Omroep Almere. We zijn terug bij Music Magic en ik heb even een kuchje. Ik ben de afgelopen paar dagen een beetje ziek geworden en dit is een van de naweeën daarvan. En ik probeer me zoveel mogelijk in te houden. We gaan door met een interview met Frank Doesburg. Frank Doesburg is een jonge singer-songwriter. Hoe oud ben je, Frank? 27. Ja, dat is nog niet zo. Sinds een paar dagen, hè? Ik was afgelopen zondag bij je inderdaad. En dat was officieel mijn laatste optreden, 26-jarig inderdaad. Maandag ben ik 27 geworden. Oké. Okay. Frank, je komt uit Heemskerk. Yes, ja, dat is mijn originele plek. Dat is toch in de buurt bij IJmuiden, toch? Ja, klopt, ligt er net over. Ja, oké. Okay, ja, ik ben er wel eens geweest. Hè. Ik vind het. Ik meen me te herinneren een oude kerk die wordt niet meer gebruikt en die is nu een soort van podium is het. Ja, ze zijn met twee theaters aan de slag gegaan, inderdaad. Ja. En dat is wel een van die twee is waarschijnlijk dat. Ik kom er niet zo heel vaak op in IJmuiden, moet ik eerlijk zeggen. Maar je verhaal klopt wel, inderdaad. Ja. Ik weet wel niet welke van de twee het is, okay. Maar ik moet het maar een keer opzoeken. En er is ook nog een lokale radio die huist ergens in een gebouw, meen ik me te herinneren, waar je ook een bar hebt en een podium. Café Akoestiek heet dat. Dat is in de lokale Heemskerk inderdaad, ja. Maar klopt. Ja, toch? Dat klopt, ja. Oké, okay, goed op de hoofd. Ja. En. Ja, jouw verhaal dat is toch wel een ander verhaal dan van Danielle van der Hurk. Ik bedoel, jij bent 16 jaar oud, was je, toen maakte je de debuut als singer-songwriter in een lokale bar. Klopt dat? Ja, absoluut. Ja, En je schrijft zelf, je noemt zelf dat je Neil Young als een van je voorbeelden. Ja, dat is inderdaad een van mijn inspiratiebronnen. Ik denk ook wel dat ik in het begin, op de middelbare school, zat ik achter in de klas. Die nieuwe jonge liedjes in mijn hoofd, dus ik zijn teksten te veranderen, zeg maar. En zo ben ik teksten leren schrijven. En uiteindelijk kom je dan natuurlijk, ja, heb je eigen fonds als tekst. En toen begon ik ook gitaar te spelen en van het een kwam het ander. En de gitaar, gaat dat ook in de trant van Neil Young? Ja, zo ben ik wel gestart. Er is uiteindelijk een hoop veranderd daarin. Ik heb een hoop omschrijvingen gemaakt door muzikaal. Het is nog steeds een inspiratiebron, maar het is niet meer het hoofdkader waarin ik opereer, zeg maar. Maar Neil Young is nooit heel ver weg, denk ik. Je hebt eigenlijk zelf ook je eigen stijl ontwikkeld in de loop der jaren. Het is een mengelmoes van een hoop, denk ik, ja. Oké. Okay. Eigen stijl zou helemaal te gek zijn, maar dat is een beetje groot woord natuurlijk, dat is een eigen stijl. Het is ook wel goede muziek. Ja, maar de eigen stijl, dat is toch als op een gegeven moment mensen jou op de radio horen, ze horen je stem en... Precies, ja. Dat zou herkenning een combi zou kunnen inderdaad, ja. Het valt meestal wel op inderdaad, hoor ik. Je hebt ook een aantal bands heb je gehad, of in ieder geval daar deel aan genomen, Johnny Knows. Ja, daar ben ik in begonnen, als mijn eerste band. Ja. En wat voor soort van muziek speelden jullie toen? We begonnen als coverband, want je moet het zo zien, we waren 17-jarige knulletjes die allemaal net aan een instrument beheersten. Dan zijn covers gewoon de makkelijkste manier om te starten. Uiteindelijk zijn we daarmee ook eigen werk gaan maken. Maar we veranderen, dat was altijd heel grappig, en je bent eigenlijk om de 3 maanden van stijl. We gooiden alles weer overboord. We hadden net een setlist met 30 minuten aan rocknummers. En dan waren we daar weer klaar mee. En dan gingen we meer funk schrijven. We waren denk ik zo druk op Chili Peppers. Nou, we dat weer gedaan. En dan was op een gegeven moment onze setlist als een allegaatje van allerlei stromingen. Dus wel heel veel geleerd in die tijd. Niet heel veel bereikt in die tijd. Maar ja, super veel geleerd. We hebben er wel het volprogramma voor direct mee mogen doen. Dus vlak daarna zijn we gestopt volgens mij. Dus dat was een soort natuurlijk hoogtepunt. Nou ja, ik bedoel, als je in het voorprogramma van Direct, dat is toch een van de bekendste Nederlandse band geweest in die periode. Ja, dat is toch nu niet. Het gaat toch om dat het management op een gegeven moment zegt van ja, jullie zijn goed genoeg om in het voorprogramma te gaan staan. Ja, maar het was altijd mooi hoe het tot stand kwam. Het waren echt gewoon een stelletje jonge gasten die alles door elkaar letterlijk. Maar ook allemaal verschillende invloeden. Dus dat was een hele interessante band om in te zitten, vooral als eerste bandje. Oké, okay, en daarna heb je een hele andere band in ieder geval daarin deelgenomen. En leg dat eens uit. Ja, ik ben daarna in een... Translated? Ja, klopt. Ik was bassist in Johnny Knows. Toen ben ik in één keer leadzanger geworden van punkband Translated. Totaal andere tak van sport natuurlijk. Maar daar hebben we wel echt recht toe, recht aan muziek.
Nou, we doen het nog een beetje technisch. Het was niet zoals de jaren 80 punk. Het was wel iets technischer. Maar aan de andere kant, het blijft natuurlijk punk. Dus je hebt altijd wel die kaders waarin je opereert. Dus dat was gaaf. Ook heel interessant. Want ik was helemaal nooit liedzanger geweest. Ik had een achtergrondzang, een basgitaartje. Dus ik kom af en toe een beetje onttrekken aan het publiek. En nu moest ik het allemaal dragen. Onwijs goede tijd gehad met die band. Hebben we heel West-Europa afgetoerd. En heel veel shows. In korte tijd gedaan, maar denk ik elk weekend al 3-4 Ja, want vertel eens, ik bedoel, dan er staan bijvoorbeeld Engeland, Schotland, België, Spanje en Frankrijk. Dat zijn toch wel reizen geweest? Ja, was dat gek. En is dat dan gewoon in een busje stappen en met de gear? En dan, het is eigenlijk denk ik de jaren 70, jongensdroom bijna. Met 5 van die gasten in zo'n busje, de spullen achterin en scheuren naar het volgende optreden en hopen dat je weer op tijd aankomt. Yeah. En opbouwen, afbreken en zo ging het heel veel in die tijd. Ja, vond je dat leuk om te doen? Ja, te gek. Ja? Het liefst zou ik dat elke dag doen. Er wordt toch op een gegeven moment toch wel een soort van mengeling tussen een kick en een verslaving, of niet? Of zie ik dat verkeerd? Ik denk dat je het goed omschrijft. Ja. En waar is dat dan op een gegeven moment toch geëindigd? Een oneenigheid tussen de leden? Of? We zaten vast in dat punkcircuit. En je kan je ook wel voorstellen, je wordt op een gegeven moment ook wel een dagje ouder. Ik denk dat stond natuurlijk 27 bent. Maar op een gegeven moment zaten we een beetje vast welke kant we op wilden met de band. En we hadden een jaar of 2,5 inderdaad heel veel getoerd met met de punkmuziek. En ja, er moet een nieuwe muziek komen. En ik wilde het een tikje langzamer en de gitarist die wilde het allemaal nog heftiger, meer over de kop. En dan kwamen we nogal letterlijk, het creatieve proces kwamen we niet meer uit. Dus we hebben gelukkig de kans gehad om het heel mooi af te sluiten. Nog een show in de Melkweg gedaan, als volprogramma van een van die Ramones van vroeger. Dus dat was heel tof, dat was precies op zijn plek. Van de beroemde Ramones? Ramones, zo. Ja, een van die gasten toen nu solo met een andere begeleiding. Daar mochten wij het volprogramma voor doen. Dus de Melkweg is te gekke zaal om te staan. Dus in een vol Melkweg was de ene laatste show. En de laatste show kwamen we al uit de buurt van Heemskerk, Castricum. Nou, die hebben daar een lokale kroeg gedaan. Nee, mensen konden niet eens meer naar binnen. Het was zo ontzettend druk. Het zweet erop langs de muren. Dus we hebben het gelukkig heel mooi mogen afsluiten. Dus Maar we konden met die band ook. Dus het zat gewoon vast. Okay. Ik kijk er ook alleen maar positief. Momenteel, Scare the Bear, dat is iets heel anders. Vertel daar eens wat anders. Het gaat meer richting de Pulp Jam kant. Ik vind het wel een mooie referentiekader. Ik krijg ook wel eens dingen als editors, maar ook tools als referentiepunten. Nou, met die band in nu een halfjaartje denk ik aan de weg, we net een EP'tje uit. Dus even afwachten welke kant dat op gaat. Maar dat is waar ik nu mee bezig ben en het singer-songwriter. Oké, en je hebt met Scare the Bear, dan gaan jullie ook een debuut EP opnemen? Die is net uit. Ja. Hoe heet die? We hebben het eigenlijk Glowing is Lunacy genoemd. Dat is best wel een lastige titel inderdaad, maar het gaat het feit over dat in heel veel verhalen, vaak als het donker wordt s'avonds, dat mensen hun karakter veranderen. Daar komt de titel van. Oké, dat er toch wel een beetje krankzinnigheid en naar boven komt. Ja, exact. En het past ook wel een beetje bij de muziek die we maken. Het heeft een beetje een krankzinnig randje, zeg maar. Laat ik het zo maar zeggen. Oké, ik ben heel benieuwd. Stuur het op naar me. Dan, ja, ik heb het wel bij. Ik ga je vragen een eerste nummer te spelen. Ja, dat is goed. En noem de titel even en waar het in kort over gaat. Nummer heet Eldorado. Ik heb het voor iemand geschreven die een nogal moeilijke jeugd heb gehad. En dat heb ik zelf ook gehad. Dus dat kwam dat kwam nogal overeen. Dus daar kon ik een tekst over maken. En dat telde er aan wel voor. Oké. Cheeks, no surrender, no defeat.
place, though you never far away, though you never far away. But in my mind, I am rich. It's the one way to get to El Dorado. But in my mind, I am rich. It's the one way to get to El Dorado. I saw the green scar. Songwriter, 27 jaar oud, hij komt uit Heemskerk, woont nou in Haarlem. Waarom ben je eigenlijk verhuisd naar Haarlem? Ja, dat kwam zo. Je weet wel eens hoe het leven gaat. Ja. En vind je het eigenlijk een hele leuke stad om te wonen? Ja, Haarlem is wel tof en het heeft ook dat ik muzikaal even mee mogen kennen in Heemskerk, waar je letterlijk twee plekken hebt waar je eigenlijk kan spelen en dan kent het halve dorpje. Wat op zich ook wel zijn charme heeft, maar in Haarlem, ja, het leeft gewoon veel meer. Dus, ja, 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 het is ook een stad met een historie, hè? Absoluut. Almere is een stad zonder historie eigenlijk. Dat bouw je vanaf hier op, toch? Ja, 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 ja. Dat is hopelijk wel de bedoeling, ja. Maar je hebt een soloalbum opgenomen in 2012, Forget About Venus. En dat was een puur akoestisch album, begrijp ik. Ja, en wat ik zo'n mooie omschrijving vond, dat is, ja, het werd, je drijfveren waren eigenlijk, of het werd gedreven door je innerlijke demonen. Ja, daar komt het in feite wel op neer. Ik ben natuurlijk als 16-jarige jongen begonnen met als singer-songwriter. Tussendoor ook heel veel jaren niet, omdat ik toen in een bandje speelde. Maar het is altijd wel blijven hangen om een pure singer-songwriter plaat te maken. En in één keer in 2012 kwam alles samen en dat is Forget About Venus geworden. Okay. Dus toen ging ik ze letterlijk te lijf, zeg maar. Zo moet je het zien. Ja, ja. En werken een akoestisch album, dat was dus eigenlijk alleen maar met akoestische gitaar? Ja, hij is heel kaal geworden, heb ik ook bewust voor gekozen. Het is puur echt alleen zang en gitaar. Ja, ik herinner me nog, jaren geleden, dan heb ik eens live Neil Young zien optreden hier in Amsterdam. Ja. En die kwam op een gegeven moment om met zijn gitaar. En hij had dan zo'n hele specifieke, dat herken ik in jou ook wel, de manier waarop hij op het podium beweegt. Een beetje gebogen en dan de gitaar laag en dat. Het is een beetje de quasi-modo houding. Ja, 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 de quasi-modo houding, dat is een leuke. Ja, maar het speelt lekker, ik weet ook niet wat het is. Maar bij Neil Young was het zo, vond ik eigenlijk dat de manier waarop hij speelde en zong, dat pakte je gewoon. Ja. Dat is iets wat je... Exact wat hij heeft inderdaad. Ja, en dat zie ik met jou ook wel. Ja, dat is een groot compliment, denk ik. Ja, en dat doe je ook bewust, hè? Want,
Ja, ik of weet niet. Het is zo gegroeid ook. Kijk, als je... Komt de muziek uit je hart of als je aan het spelen bent? Of ja, denk je daar totaal niet bij na? Ik moet mezelf altijd onwijs inhouden op het podium, moet in ieder geval nog een beetje professioneel te houden. Het liefst zou ik mijn digitaal lopen zwaaien en doen en alle emoties eruit. Ja. Moet mezelf altijd echt rustig houden, zeg maar. Om niet met te verliezen in het moment. Dus het komt heel erg uit het hart. Maar of die nieuwe jongstijl, ja, wat ik zeg, als 13, 14-jarig jochie was ik helemaal weg. Ik kocht al mijn jongplaten, echt dat al mijn zakgeld ging op aan die cd's van hem. Ik denk dat het echt net samen een beetje met me opgegroeid is. En dat ik het stiekem onbewust, zeg maar, compleet eigen gemaakt heb. Ja. En welke nummers vind jij dan eigenlijk het beste van hem? Welke zijn dat die hele melancholische nummers? Of is dat juist dat hele stevige elektrische gitaarwerk? Ja, ik ga dan toch voor het elektrische gitaarwerk. Juist een Crazy Horse erachter en een Like a Hurricane met die solo waar op een gegeven moment dat al je poriën openschieten. Kijk, dat is echt gewoon de beste track die er is. Daar komt eigenlijk niks meer overheen. Ja, oké. Je bent op een gegeven moment met die cd ben je door een aantal landen gaan toeren, zag ik. Je hebt 115 shows gedaan in Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Griekenland. Ja, klopt. En hoe ben je in Griekenland terechtgekomen? Ja, via. Ik bleek iemand te kennen die daar een openluchtfilmfestival organiseert op Samos. Summer Island Movie Festival is het toch even genoemd. Ik weet niet of je luistert, maar dan nog. En toen is het balletje gaan rollen. Voordat ik het wist, was ik op Samos in Griekenland inderdaad op een vol dorpsplein om daar te spelen. Maar hij combineert daar film en muziek, dus dat is wel heel erg gaaf. Dus de film wordt in de open lucht vertoond. Af en toe tegen een kerkmuur, af en toe met een scherm, net hoe het weer is. Weet ik ook niet precies hoe dat zit. En ik speelde na de afsluiting van de film speelde ik een akoestische set. Dus wel tof. Maar gewoon compleet vol dorpsplein. Maar dat is leuk, dat is gewoon buiten in het dorp. En dan moet je zelf, voor de mensen die het weten, die typische Griekse dorpjes voorstellen. Ja. Klopt, het was wel vlak naast een van de wel iets grotere steden, maar het was te gek om te doen. Echt een hele bijzondere ervaring. Oké. De mensen zijn ook aardig daar, toch? Ja, onwijs. En wat er gaat is, als je het vergelijkt met het Nederlandse publiek, dan zijn die Grieken wel iets vriendelijker. Iets vriendelijker. Ja, dat noem je een eufemisme. Maar... Ik wil verder niemand tekort doen natuurlijk. Nee, dat snap ik. Je bent op een gegeven moment toch wel verder gegaan en je... 2014 zag ik dat je een tweede album hebt opgenomen. Ja. En dat was weer iets heel anders. Ja, toen wilde ik expres inderdaad wel het bandgeluid erachter hebben. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Dus ik heb praktisch zelf alles ingespeeld. Alleen de percussie niet. Ik blijf altijd nog met de linkerhand, heb je er een beetje tegen achteraan tikt. Dus ik heb de percussie toen aan mijn producer Tim van Doren uitbesteed. Ik denk ook zo'n goed uit dat gedaan voor me. En samen hebben we die cd opgebouwd, dus alle gitaarlagen heb ik erop gezet. Er zit ook een basgitaar hier en daar, een contrabas, banjo op één track nog. Nou ja, toetsen wist ik helemaal niet dat ik het kon, maar het ging op vrij nevel. Ja. Dus, en zo hebben we de tweede plaat gemaakt. Oké, ik ga je vragen om het tweede nummer te spelen. Ja. Kun je de titel noemen en kort zeggen waar het over gaat? Ik ga even kijken wat ik ga doen. Ik ga voor Roots, want we hebben nu net gehad over die tours en... Tijdens die reizen denk je ook vaak wel terug aan thuis. En daar is het nummer Roots over. Het gaat letterlijk over de wortels die je dan in Nederland hebt, terwijl je dan op Samos in Griekenland staat. Oké. For all those night hours, call up for every. You used to read.
Frank Doesburg is hier te gast aanwezig. Hij komt uit Heemskerk, woont in Haarlem, 27 jaar oud. Hij is al in twee bands gespeeld. Hij heeft nu een band die heet Scare the Bear. Daarvoor in Johnny Knows and Translated. Hij is door verschillende landen in Europa is hij al getoerd met beide bands. We hadden het al straks, zo net voor dit nummer hadden we het nog over de optreden dat hij op Samos had, een mooi Grieks eiland. Het is jammer hoe het nou loopt met die Grieken eigenlijk. Hè? Het is wel een ik ben niet zo politiek aangelegd hoor, dus ik volg het wel, maar het is, zo kan het ook gaan natuurlijk. Als je niet op de financiën ligt, dan kan het verkeerd gaan. Ik ben toch benieuwd naar de manier waarop jij je liedjes schrijft. Hoe doe je dat? Heb jij dan ga je dan zitten met je gitaar en heb je al bijvoorbeeld een melodie in je hoofd zitten, een tempo, een maat, een akkoordenschema? Het is grappig, net zoals in het eerste uur vertelde, dus dat komt ook een beetje tot je. Het enige wat ik altijd heb, ik schrijf eigenlijk altijd, ik heb altijd een schriftje bij me en dan die tekst. Doe je eerst de tekst op? Ja, in feite wel. Ik vind het wel lekker om te kijken dat je met een nummer wil vertellen wat voor sfeer je een bepaalde tekst oproept. En van daaruit ga ik kijken inderdaad welke melodie erachter komt, welke akkoorden. Dus de teksten die zijn ongoing, dat is er altijd. En dan ga ik van daaruit, ik denk dan in een sfeer inderdaad van ik wil vrij donker of ik wil een wat lossere sfeer hebben. En dan ga ik daar gewoon spelen en dan is het wachten tot de geest tot je komt. In hoeverre het nummer zichzelf snel opbouwt. Ja, en op een gegeven moment heb je dan dat gevoel van nu is het af? Oh, zelden. Dat uiteindelijk veranderen nummers wel weer nog marginaal daarna. Kijk, de basis staat op een gegeven moment wel. Dus op een gegeven moment weet je wel van dit werkt in ieder geval voor nu. En dan is het mooi om stukjes eraf te schaven en te kijken wat je, hoe je de overtreffende trap neerzet. En je teksten, vind je dat de teksten moeten rijmen? Heb je een rijmschema of denk je van nou dat is totaal niet nodig? Ik vind het is tof om er soms mee te spelen, maar ik vind het ook wel leuk om net zoals Bob Dylan soms compleet los te laten en daar je geheel eigen draai. Maar dat is net wat het nummer nodig heeft, denk ik. En heb je dan ook nog in gedachten bijvoorbeeld van ik moet een vers hebben en dan een refrein, dan weer een vers en een refrein? Want je noemt Bob Dylan en die schreef soms nummers, die hadden totaal geen refrein, niks, dat ging gewoon mooi. Klopt. Ik probeer het wel een beetje aan te houden, omdat ik wel heel kwetsbaar ben als mannetje alleen met gitaar. En wat gasten als Bob Dylan en Neil Young allemaal doen met alleen met gitaar, het publiek is tegenwoordig moeilijker en veel eisender lijkt het wel. Dus je moet je nummers zo opbouwen dat het wel makkelijker over te brengen is. En dan is in ieder geval een refrein altijd lekker als referentiekader. Van mensen hebben in ieder geval nog, het refrein. Ja, ja. Als je de truc van Bob Dylan klinkt ook zo, maar als je die nu zou toepassen, dan zou dat best wel een gewaagde move om dat goed over te kunnen brengen, denk ik. Ja, lijkt me ook wel, ja. Maar het is ook wel zo, denk ik, dat je, dat is misschien wel een punt van discussie, dat je als artiest, als je op het podium staat, vanuit jezelf in staat moet zijn om zoveel charisma te hebben, dat het focus op jou is gericht en het over te brengen. Klopt. Want als je dat niet doet, dan verslapt de aandacht en gaan mensen. Ja, daar ben ik het absoluut ook mee eens hoor. Maar ik zit vaak wel met die gedachte spelen inderdaad, hoe kan ik het in ieder geval, dat je in ieder geval de factoren al gunstig voor jezelf zet. Maar voor jou is het, je hebt dan meer dan 300 shows gedaan inmiddels, hè? Ja, ik loop tegen de 400. Ja. Tegen de 400 al, ja. Dus je hebt al een heleboel ervaring. Ja, maar zelfs ik heb af en toe echt nog wel podiumvrees hoor, dat soort dingen. Dat is alleen maar goed, dat geeft aan dat je erom geeft, denk ik. Ja, en heb je ook niet het gevoel dat je andersom geredeneerd, dat je juist die ervaring, dat het je een beetje doet verslappen? Dat je niet meer in staat bent dat charisma op te brengen, dat je mensen op jou kan focussen? Als in eerdere optredens bedoel je? Nee, ik bedoel, als je op een gegeven moment zoveel optredens doet, dan krijg je een gewenning. Ik snap wat je bedoelt. Nee, maar dat is nou echt het pure dingetje waar je, kijk, als 17-jarige gast, die denk je er totaal niet over na. Dan is het gewoon, je gaat gewoon staan met je basgitaar en je ziet het allemaal wel. En nu je wat ouder wordt, dan je moet elke show in ieder geval 100% je verhaal kunnen vertellen. En daar gaat het om, 100% je verhaal kunnen vertellen. Ja dat zegt elke artiest eigenlijk, hè? Of je nou... Ja, het is misschien wel een vrij cliché antwoord, maar dat is wel... Nee, maar het is gewoon waar het om gaat. Ja. Het is een cliché antwoord, maar het is waar het in de kern om gaat. Of je nou de Rolling Stones bent, dat je wie dan ook bent,
je moet bij elke show moet je jezelf 100% geven. Dus ja, ik ben het absoluut mee eens. Okay. Anders heb je op welke manier dan ook niet zo heel veel te zoeken. Oké, Frank, ik ga je vragen nog een nummer te spelen voor ons. Ja. Wat is het, de titel en omschrijf in het kort waar het om gaat? Ik denk dat ik de titeltrack van mijn eerste CD ga spelen. Dat is Forget About Venus. Ja, de titel doet, vertelt eigenlijk al. Ik kom in die tijd kom ik uit een bar slechte relatie. En daar gaat die track over. Is it for beyond?
met het nummer Roots. Als ik zo luister naar zo'n nummer, dan hoor ik een drum erbij, ik hoor een basslijn, ik hoor een elektrische gitaar erbij, een keyboard. Ja, nou, dat is dus exact de reden waarom ik het eigenlijk toch voor dat bandformat ook gekozen heb, inderdaad, voor de tweede CD. Oké. Ja, ik wil toch nog wat vragen over die CD in 2014, december 2014. That Good Old Magnetic Inclination. Ja. Leg die titel eens uit. Want... De titel. Ik zocht voor de titel naar het punt waarop een kompas doldraait. Naar de Noordpool zo'n punt. Maar in feite is de titel terugvertaald, zeg maar. Iets wat je normaal richting geeft in je leven, doet dat niet meer. Daar zocht ik naar inderdaad. En ik heb dat op die manier. Ik wilde een scheepvaartterm. Ik heb daar voor some reason de afgelopen tijd iets mee gehad. Dus dat wilde ik gebruiken voor de titel. Ja. Zo ben ik gaan speuren. En zo heb ik een... zo ben ik met die titel gekomen uiteindelijk. Het is meer een soort, ik zie dat als een soort piratenkreet, zeg maar, vanaf een boot wel het hele schip ten onder gaat, omdat het kompas niet meer werkt. Ja, ja, van Jack Sparrow, van met zijn niet werkende kompas. Ja, dat heb je natuurlijk ook nog. En die dat stond niet voorop in het proces, zeg maar, maar daar komt de titel vandaan. Dus iets wat je normaal richting geeft in je leven, doe je niet meer. Dus moet je op zoek naar iets anders. Ja, wat mij ook zo frappeerde in wat er zo aan bij de omschrijving stond, de tekst, die komen dan van het leven zelf, je reiservaringen en wat je noemt clear observations, de omgeving om je heen inderdaad, gebruikt voor de tekst. Oké. Zijn dat ook de dingen waar je dan over schrijft? Want moet voor jou een tekst een bepaald onderwerp hebben? Bijvoorbeeld een relatie, zoals je net zei, die niet goed is gegaan, waar je een beetje over schrijft? In feite wel. Ik hou echt van die hele aardse thema's. En om daar een tekst mee te maken, dat is wel de reden ook waarom ik in het Engels ben gaan schrijven. Want ik voel me in het Nederlands dan toch te kwetsbaar. En in het Engels kan ik daar tenminste nog een soort extra laag in aanbrengen. Terwijl ik dan wel heel direct kan zijn met mijn thema's. En dan kan ik qua tekst inderdaad het... echt aan de haal gaat. Als ik ook met zo'n titel kom, met zoals That Good Old Magnetic Inclination, ik vind het dan echt mooi inderdaad om een hele concrete situatie dan toch op een, poëtisch wil ik het niet noemen, maar in ieder geval op een andere manier te vertellen, omdat je het heel rechtlijnig vertelt. Ja, kan het in het Nederlands kan je natuurlijk ook heel mooi vertellen. Maar dan zou ik me nog steeds te kwetsbaar voelen, dus dat is de afweging die ik daarin gebruik. Ja, het kan. Ik heb het vaker gehoord dat voor sommige artiesten, die kunnen echt hun stem, hun liedjes, die leent zich voor het zingen in het Nederlands. Yeah. En voor anderen weer niet. Ik heb het nog nooit echt geprobeerd, moet ik eerlijk zeggen hoor. Maar het is gewoon de afweging die ik echt als toen ik jong was al afgenomen heb. Oké. En wat zijn je toekomstplannen? Ja, ik denk altijd groot. Dus ik probeer er ook altijd hard voor te werken inderdaad. Maar ik wil sowieso nog een keer in Paradiso spelen, want die ontbreekt echt op mijn lijstje. En voor de rest, ik wil eigenlijk alle windstreken nog aftoeren, dus ik heb dat gaan nog een hoop landen te gaan. Oké. En ook met bijvoorbeeld internationaal door te kunnen breken met een nummer? Het zou tof zijn. Maar het belangrijkste, ik heb liever inderdaad dat ik lekker overal naartoe kan reizen, dat mensen weer optreden, oppikken en het hoeft daarin helemaal niet groot. Of ja, het mag natuurlijk altijd, maar... Maar je weet nooit, want bijvoorbeeld Passenger, die speelde toen op Pinkpop in 2013, maar die zei dan letterlijk tijdens dat concert, een jaar daarvoor stond ik in Amsterdam op de Leidsestraat te spelen. Nee, dus het kan altijd alle kanten op inderdaad, maar ik wil er gewoon hard voor werken en dan kijken waar het schip strandt en hopelijk strandt het niet weg en vaart nog helemaal door. Oké, en waar kunnen mensen je bereiken? Heb je een eigen website? Ja, ik heb ook een website, gewoon frankdoesburg.nl, dus dat is makkelijk via Facebook. Facebook.com/frankdoesburgmusic. En muziek is tegenwoordig ook zelfs te vinden op Spotify en iTunes, dus daar kan je het gewoon gratis vanaf plukken. Oké. Okay. Nou ja, streamen dan. Ja. Nou, wat dat betreft moet je toch een voorbeeld gaan nemen aan je... Die haalt alles weer eraf. Als beginnend artiest is het inderdaad gewoon zorgen dat je gehoord wordt. Als ik ooit in de positie kom als nieuw jong, haal ik denk ook alles. Tot die tijd. Tot die tijd nog niet. Moet het zomaar even. Ja, dat vind ik leuk. Die houden we erin. Ik ga je toch vragen om weer een liedje te spelen, want daar zijn we hier voor, om je muziek te horen. Noem de titel even en kort om waar het om gaat.
Ja, dan doe ik min of meer mijn troostliedje, denk ik. Nee, ik heb altijd de neiging om mijn mijn liedjes vrij zwart te tekenen qua teksten. Terwijl dan de gitaar wel nog enigszins vrolijk doorjengelt. Dat vind ik op zich wel een mooie afweging. Maar dit nummer heb ik geprobeerd. Geprobeerd heeft het niet helemaal gelukt, maar dan toch een vrolijke track te maken. Het heet Changing of the Tide.
Ja, luisteraars thuis, dit was Van Doesburg met een heel mooi nummer. We gaan... Ik wil later naar Jaffie, maar er komt toch applaus van Marloes Nijpels en Danielle van der Heuk, die waren hier het eerste uur aanwezig. En met een live optreden en een interview. En we hebben haar muziek gehoord. We hebben het afgelopen uur met Van Doesburg hebben we doorgebracht. Ik ga zo dadelijk vragen een laatste nummer te spelen aan Jan. En waar kunnen mensen jou nog horen? Toevallig vanavond nog in het altijd legendarische Castricum met Scare de Bear. Met de band? Ja, met de band inderdaad. Uit hoeveel leden bestaat de band? Met z'n vieren zijn we echt een klassieke rockopstelling. Dus ik twee gitaren, basgitaar, drums en een bak aan effecten. Vandaar een rare randje. Volgend weekend speel ik in Utrecht in Hostel Strohwis op een van evenement, maar het klonk wel tof. En de week erna ga ik naar Antwerpen, dus daar kijk ik ook wel naar. Ja, ja, onze Belgische buurgenoten, dat zijn ook hele schappelijke mensen. Ja. Welk nummer ga je om af te sluiten voor ons spelen? Ik weet niet hoeveel minuten hebben we nog, dan pas ik er een beetje op. We hebben nog ongeveer 5 minuten. Oh, dat gaat precies passen. Dit liedje gaat over mijn vader. Ik heb nog een bijzondere relatie met mijn vader. Maar dit is als zijn kop-op liedje, zeg maar. Het heet Spirit of 85. Spirit of 85. Okay.
dat was Frank Doesburg. We gaan naar het nieuws van 3 uur. Almere on air. Dat dacht ik wel, ja. Helemaal perfect.